Over het onderwerp porno en seks wordt er meestal niet vrijelijk en open over gesproken. In de week praat ik Claudio op straat met zo'n onderwerp en we blijven stilstaan met de reacties van de mensen op straat over deze twee onderwerpen. En van de week hebben wij dus een interessante onderwerp voor de weekpraat. En de stelling luidt als volgt. Porno heeft een negatieve invloed op het beeld dat mensen moeten hebben van seks. We hebben dus een taal van mensen gevraagd wat hun mening hierover is. En we weten wat ze hierover denken. Kijk maar lekker mee. Ik ben eens met de stelling. Ja, eens. En waarom zeg je dat? Kijk, het begint sowieso met een drang. Want kinderen weten heel vroeg al wat seks is, wat voorplanting is. En doordat ze erover horen, gaan ze het opzoeken. En als ze het opzoeken, dan zien ze de andere kant van seks. En dat is like hard seks. Gewoon seks, omdat je seks moet hebben. Maar niet de liefkozende kant ervan. Dus dat gaat wel maken dat zij zich getriggerd voelen om het op die dusdanige manier te gaan doen. Dus ik ben het wel eens daarmee. Omdat niet alles wat in porno gebeurt, realistisch is. Het bekijken van porno heeft zeker invloed op seks. Het beïnvloedt hoe jij kijkt naar seksualiteit en naar je seksleven. Het is niet de realiteit, het is niet zoals het werkelijk is. We zeggen, of althans ik zou niet zeggen, en ik denk dat wetenschappers ook al hebben onderzocht, dat je mensen niet gaat verbieden of zeggen dat het niet goed is, maar het heeft zeker invloed. En je moet er wel bewust van zijn, als je ernaar kijkt, dat het niet echt is en geen weerspiegeling is van hoe het werkelijk seks aan toe gaat. En daarvan moet je wel bewust zijn als je daar gebruik van maakt of naar kijkt. Wat kunnen de mogelijke gevolgen zijn van het onrealistisch beeld van seks? De mogelijke gevolgen gaan zijn dat je daardoor een ongezonde relatie kan hebben, omdat je verwachtingen hebt die gewoon niet waargemaakt kunnen worden. Seks is niet altijd hot, het is vies, het is ongemakkelijk. Je gaat lachen, er gaan vreemde geluiden komen. En dat wordt allemaal geknipt uit zo'n filmpje. Niet altijd ga je kunnen performen zoals je het hebt kunnen doen. En daarvan moet je wel bewust zijn. Ze zullen teleurgesteld raken, want ze denken dat wat ze zien op televisie waar is. Kijk, als je, het begint allemaal met een denkwijze. Als je het eenmaal in je hoofd hebt gezet, ga je voor jezelf uitstippelen. Oké, als ik het zo zie, moet het zo gebeuren. En als dat niet gebeurt, dan is het teleurstelling. Want seks is eigenlijk een energiewisseling tussen twee mensen. En als je echt gewoon gaat blindstaren op wat je ziet op pornovideo's, dat is het totaal niet. En je gaat sowieso teleurgesteld zijn, je kan verslaafd eraan raken, je gaat de meest onmogelijkste dingen gaan je willen uitproberen en je gaat echt gewoon jezelf, even plat gezegd, ga jezelf wel opfokken. Dus ik zou echt aangeven van liever niet doen, wacht gewoon rustig op de tijd, want het komt wel. Zou het gebrek aan educatie over seks op scholen ervoor kunnen zorgen dat tieners beïnvloed raken of overstappen naar het kijken naar porno? Dat is inderdaad zo, dat gebrek aan informatie en educatie belangrijk is. Wetenschap heeft aangetoond dat juist als je jongeren bewust maakt, traint, informeert hoe om te gaan met seks en seksualiteit, dat ze juist betere keuzes, wijzere keuzes maken, dat het ongewenste zwangerschappen voorkomt, dat het ongewenst seksueel gedrag voorkomt. Dus het is zeker belangrijk dat we mensen geïnformeerd maken, leren hoe om te gaan met seks en seksualiteit. Ja, dat zeer zeker. Want kijk, als ik gewoon kijk naar de Surinaamse gemeenschap, er is heel veel taboe op het gebied van seks. Maar men staat er niet bij stil dat het moment je begint met sekseducatie, en daar praat ik niet over dat je iemand moet gaan leren hoe het erin moet of welke standjes je moet nemen, dat absoluut niet. Maar gewoon de mate van sekseducatie, als ik het onveilig doe, wat kan er gebeuren, welke ziektes zijn er, hoe wordt het overgedragen, gewoon die informatie, als je de basis al legt, dan ga je wel andere type burgers opvoeden.